Goedenavond, allemaal. Ja, de vorige keer, 2 maanden geleden, toen had ik over overwinning. Weet je dat nog? Over een leven van overwinning, maar dit is eigenlijk ook zoiets. Ik ben daarop doorgegaan nu. En nu heb ik het over loslaten. Loslaten, ja, daar hoort ook overwinning bij. Bij loslaten, hè? Ja, loslaten betekent eigenlijk vaak ook dat je offers moet brengen. Loslaten van dingen dat je niet zo leuk vindt, maar dat het een gewoonte is van je. He, en zeg maar, niet loslaten van fijne dingen, maar wat aangenaam is in Gods ogen. Maar loslaten van dingen die niet goed zijn. Dat God van je vraagt. Nou, bij de een is het een offer, bij de ander is het wat makkelijker. En het ligt aan onze karakters hoe we zijn. Hè, hoe we in elkaar zitten. De een kan het makkelijker dan de andere. Dus loslaten van bepaalde situaties die God van je vraagt. Loslaten van dingen uit het vlees. Weet je, van huis uit was ik vroeger hervormd. Ik was ook gelovig, ja. Ik geloofde ook in God. En dat is toch het begin, hè, voor je in het geloof. Dat je gelooft dat God er is en dat er een God is die alles heeft gemaakt. Dat leer je als kind. Dus toen ik ouder werd, toen dacht ik, nou, dan ga ik naar de kerk en dan lees ik af en toe de Bijbel. Nou, dan heb ik God gediend, dacht ik. En dan ga ik naar de kerk wanneer het mij uitkomt. En ik ga Bijbel lezen wanneer het mij uitkomt. Maar dan dacht ik geloof in hem, dus ik ben een kind van hem. Maar er is veel meer voor nodig om een kind van God te worden. Maar dat had ik toen niet in de gaten. Dat wist ik toen allemaal niet. Maar het begin was er in ieder geval dat ik in hem geloof. Maar weet je, als je dan tot bekering komt, dan is die bedekking weg. En dan merk je... Oh, dan zie je pas en merk je pas wat een leven je hebt geleefd. Want je hebt je eigen leven geleefd. Je hebt geleefd, nou ja, zoals je zelf wil. Weet je wel, wanneer het mij uitkomt, ga ik naar de kerk. Dus ik wist ook niet dat ik vanuit het woord van God moest leven. En het is een heel ander leven. Maar... Dus die bedekking gaat dan weg en dan zie je pas in je nieuwe leven hoe het werkelijk is in Gods koninkrijk. Adam en Eva, die hadden ook een bedekking, wist je dat? Adam en Eva, die hadden ook een bedekking en dat is, op positieve manier bedoel ik, die hadden ook een bedekking... Dat zij niet wisten wat zondige was. En broeder Hans, onze voorganger, die had de vorige keer al over gehad. Bij de Bijbelstudie, dat God alles heeft gemaakt in het paradijs. Dat zij konden genieten van wat God voor hun had. Nou, ik geloof dat het hartstikke mooi was in het paradijs. De planten, de bloemen, alles was volmaakt. En volmaakt betekent geen rimpel, geen vlek, geen gebrek. Niet gebrekkig. Eva was, dacht ik, ook volmaakt gemaakt als mens. Ik weet zeker dat ze heel prachtig waren om te zien. Ja, mensen zijn mooi om te zien. Dus, in dat paradijs hebben ze genoten van de heerlijkheid van God. En omdat het volmaakt was, ja, dan geniet je des te meer. En ze hadden ook een bedekking voor hun geestelijke ogen, dat ze niet wisten als je zondig wat de gevolgen van kunnen zijn. En weet je, dan kom je daar in die paradijs, moet je je voorstellen, hè? Dan kom ik daar zo binnen, prachtig allemaal, ja, niet als bij ons, niet net als bij ons voor het raam of in de tuin. Dan zie je daar een graniumpje in een pot, of een vlijtig liesje, weet je wel? Nee, ik geloof dat het duizendmaal mooier is. Volmaakt. Maar toen kwam de klad erin.
En wat gebeurde dan? Toen gingen ze zondigen. En die bedekking, die ging in één keer weg. Alle zegen weg van de Heer. En ja, toen zagen ze pas dat ze naakt waren. Zonde, ja, zonde maakt je ogen ook los, alleen op een negatieve manier. Dus als je niet aan de regels houdt van God, dan zijn er gevolgen. Dat is gewoon zo. En bij God is geen aanzien des persoons. Hij zegt niet tegen mij, nou Ilse, omdat jij het bent, mag jij wel hoor. En de anderen, nou ja, dan niet. Gelukkig is God niet zo, hè. Anders zou ik dan ook in zonde leven. En ik denk, mag toch alles van hem. Hij vindt het toch niet erg. Nee, maar zo is het niet. Hij houdt zich aan zijn woord. En weet je, zonde kan heel veel bederven. Ja, ook aan je eten. Ik heb van de week ook mijn eten bedorven. Ik ging peren koken. En toen was ik zo bezig met de Bijbel en lezen. En ik dacht, wat ruik ik nou? Ik lette helemaal niet op. Nou, alle peren verbrand. En we zouden het vandaag opeten. Dat Herma, Hans en Anna bij mij zouden komen eten. Ja, wegpeer. Jammer, hè? En zo kan ons wandel ook de zegen van de Heer wegroven en bederven. Alles bederven. Want zonde heeft te maken met ongehoorzaamheid. Het hoeft maar een klein dingetje te zijn, hoor. Zeg maar dat je een andere niet uitnemender dan jezelf. Of dat je een ander vernedert. Of dat je haat en nijd hebt. Dat zijn die dingen die je weg moet doen. Het zijn maar soms kleine angeltjes. Het hoeft niet een grote zonde te zijn dat je gaat stelen. En dat je gaat inbreken. Dat je gaat moorden. Nee, zijn soms van die kleine dingen ook in de samenkomst. Want er zijn ook mensen. Ja, er zijn ook mensen die wegblijven van de samenkomst. Omdat ze... Ja, omdat de broeders en zusters soms lelijk kunnen zijn tegen hen. Dan zeggen ze, ja, de christenen, waar is die liefde nou van de Heer? Waar is het nou? En weet je, de Satan die vindt het heel fijn. Die gaat dan nog meer fluisteren, hè. Zie je wel, je wereldse vrienden, die zijn veel leuker tegen jou. Die hebben respect voor jou. Ja, die respecteren jou. En moet je zien, dat zijn nog christenen. Als ik jou was, zou ik wel wegblijven. Nou, en op het laatst, dan laat ze helemaal God ook in de steek. En dan blijven ze weg. Ja, en dat is de bedoeling van Satan, om dat te doen, hè. Dat wil hij. Hij wil dat graag. Maar weet je, ze kijken dan naar mensen, hè. En we moeten niet naar mensen kijken, we moeten naar God kijken. Amen. Want God heb je lief boven alles. Dus ook boven de mensen. Maar Satan die kan zo influisteren. Dat hij zegt, nou, zie je nou wel? Wat heb je er nou aan zo'n christelijk geloof? Als ze toch niet in de liefde zijn, wat heb je daar nou aan? En weet je, over die schoonheid van het paradijs, dat was niet alleen uitmuntend en mooi, maar de liefde van God, dat ervaren Adam en Eva ook, dat weet ik zeker. Want God is liefde en die liefde van God, wat hij voor over heeft om de aarde te scheppen en Adam en Eva te scheppen, dan zullen ze wel heel erg genoten hebben van zijn liefde, van zijn aanwezigheid. Weet je, er is een gezegde, en alles komt een eind. Dat zeg ik toch wel eens, hè? Als je een feestje hebt gehad en je gaat naar huis en je hebt gezellig gehad, dan zeg je toch van, en alles komt een eind. Maar prijs de Heer, aan Gods Koninkrijk komt geen eind. Aan zijn wil en aan zijn werken komt geen eind. Aan het eeuwige leven ook niet bij hem. Dus ik zou zeggen, volhard niet in ongehoorzaamheid. Als God zegt, doe dat weg, doe dat maar gewoon weg. En ik heb ook gehoord vaak, hè, hier en daar, het is ook eindtijd.
moeten zorgen dat wij dicht bij de Heer blijven. Dus toen Adam en Eva werden verdreven uit paradijs, toen moesten zij ook loslaten, hè? Loslaten de heerlijkheden van God, loslaten de zegeningen, waar zij zo genoten hebben. Die moesten ze loslaten. En dat is heel erg jammer. Want je mist veel zegeningen als je niet blijft gehoorzamen aan God. Want weet je, tot zover heeft de Heer je gezegend. En dan kan het zijn dat je nog meer zegen vraagt. En dan denk je, waarom komt het toch niet, hè? Dat heb ik ook wel eens meegemaakt. En dan komt het maar niet. Ja, als je grotere zegen wil van de Heer, dan moet je... Dan gaat God van je nog meer vragen. Ja, dat zegt hij van, je bent er nog niet. En ik zie allemaal nog dingen wat mij nog niet behaagt, zeg maar. En God zegt het ook in liefde, hè. Want hij heeft je lief, hij heeft het goede met je voor. In Jezus ben je volmaakt, maar alleen moeten wij daarin groeien en wandelen naar die volmaaktheid. Want dat heb je niet van jezelf, wij leven in het vlees. Maar door Jezus zijn wij volmaakt. En wij moeten groeien naar die volmaaktheid toe om volledig je vlees af te leggen en de wil van God te doen. Ja, het is niet makkelijk hoor. Maar met de kracht van God is alles mogelijk. Ja, dat is waar. Dus het ligt aan onszelf waar je voor kiest en je hebt het zelf in de hand. Waar kies je voor? Want weet je, jij bepaalt je leven of je gelukkig wordt of niet. Dus als je in alles doet wat de Heer van je vraagt, dan hoef je die zegeningen van God niet te missen. Het is niet zo dat hij 24 uur van de dag met een stok achter je aanloopt. En zegt, ik moet dat doen, ik moet dat doen, ik moet dat doen. Zo is het ook niet. Het gaat soms bij stukjes. Soms heb je, sommigen hebben een lange tijd nodig om daar te komen waar die moet zijn. Het is niet bij iedereen in één keer. Sommigen die zijn zo enthousiast in de Heer, die hebben hem zo lief, dat die zeggen, nou ik doe het wel hoor, Heer. En dat heeft ook met onze wil te maken, willen we wel. Soms gaan we teuten, hè? Net als een kind, hè? Die moet naar bed 's avonds. En dan gaat die teuten bij de trap. Ja, mama, jij kom zo. Ja, ik ben even wat aan het lezen. Ja, eventjes dan, mam. En dan komt de vader met zo'n bromme stem, hè? Dat lijkt veel strenger. Ja, wil je nog naar bed gaan of niet? Oh, ja, ik ga zo hoor. Ik ga zo, papa. Dus het heeft met de wil te maken. En als je je wil gebruikt, gebeurt het ook. Mijn moeder was vroeger een kettingrookster. Zo erg, dat we zeiden, mam, je moet ophouden met dat gerook. Maar het was echt hoor, de ene pak naar de andere. En ze vond het heerlijk. Dat zei ze tegen mij, probeer jij ook? En dan zeg ik, lijkt me niet lekker. Lijkt me niet lekker, ik hield er helemaal niet van. Afijn. En toen ging ze maar door en door en op een gegeven moment zegt ze, mijn vader rookte nooit, maar mijn moeder wel. En toen zei ze, ja, maar als ik zo naar mijn portemonnee kijk, dan vind ik toch wel jammer van mijn geld hoor. Ik moet zoveel pakjes kopen, sigaretten en al. Ik vind het zonde van mijn geld, ik ga liever nog toch maar stoppen. We zeiden, nou dat kun je nooit. Dat kan nooit. Ik ben zo'n kettingrookster, hè. Weet je, ze gebruikte haar wil. En ze was in één keer vanaf. Ik denk, nou, ze rookte door de longen. En ze zegt, als je wilt, zegt ze, dan kan alles. Hè? Als je wilt, ja dat is waar, als je maar wil. Ja. Dus ze ging niet op in van die verleiding van... Oh, die smaak is zo heerlijk, hè. Oh, wat heerlijk, hè. En ik kan er niet meer buiten. Nee, dus ging niet op in. Gewoon weglaten.
klaar. Maar ja, dat kan niet iedereen natuurlijk hebben. Moet de Heer daar iets aan doen. Mijn man heeft ook gerookt, heel erg. En op een keer zei hij tegen de Heer, nou Heer, u hebt gezegd tegen mij dat ik moet stoppen. Want mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest en u wil niet dat ik het vervuilt. Oké. Toen zei mijn man, maar ik kan het niet. Ik kan niet uit mezelf horen, ik moet een wonder doen. Nou, en toen hadden ze met hem gebeden, was hij naar voren gegaan. En de volgende dag dacht hij, nou ga ik niet meer roken, want ze hebben gebeden met me. Halleluja. Nee hoor, hij zat een sigaret, puf, 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 daar ging hij weer. Toen zei hij, Heer, ik kan het niet. U ziet het, ik kan het niet. U moet het nou maar doen door mij heen. Nou, toen heeft hij gezegd, ik wacht 2-3 dagen, zal ik volhouden. En als u dan iets hebt gedaan, dan merk ik vanzelf wel. Nou, dat deed hij dan. En toen wilde hij een sigaret weer roken. En wat gebeurde? Hij werd zo misselijk. Hij zei, wat vies. Ja. Vanaf die tijd heeft hij nooit meer gerookt. Dus als je aan de Heer vraagt, Heer, het is uw wil, maar u moet door mij iets doen, een wonder, dan gaat de Heer het doen. Het gaat erom dat je ervoor open staat. Nou wil ik niet iedereen afkatten met die er roken hoor. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat even om de wil van God. He? Dat je dat doet wat God van je vraagt. Dus als je voor de Heer kiest, dan heeft het positieve gevolgen. Heb je wel eens verstopping gehad in je huis? Verstopping? Dat heeft iedereen wel eens, hè? Nou, dan komt al die prut omhoog. En het stinkt. En het is vies. En het water wil er niet doorheen stromen. Verschrikkelijk. En dan heb je instrumenten nodig. Soms professionele instrumenten. Sorry hoor, ik haal. Ik steek even over mijn tong. Professionele instrumenten heb je dan nodig om al dat vuil weg te halen. Zo kan je ook geestelijke verstopping hebben. In je geestelijk leven kan je in één keer ben je niet meer verder. In één keer is er iets. En dan... Ja, dan ga je merken, ja, ik moet toch wegdoen wat de Heer van me vraagt. Want het blijft natuurlijk niet altijd door maar gaan, hè. We mogen de geur van Christus verspreiden, zodat anderen tot hem worden getrokken. Dus ik zou zeggen, zorg goed voor je lichaam en ook voor je geestelijk leven. Dat het steeds gevoed wordt door goede werken te doen... Voor God en naar zijn wil te leven en uit zijn woord te leven. Dat moet je voeden. En dan heb je ook nog stilstaan water. Daar hebben we nog over gehad, hè? Door Thea ook en ik. We hebben ook over gehad dat ze zei, nou, dan krijg je algen, dat gaat stinken. Dat is precies als verstopping. Het is hetzelfde als verstopping. Ja, weet je, dicht bij mijn huis... heb ik twee vijvers achter mijn huis. En die vijvers die zijn aardig lang hoor. Even kijken. Nou, van daar of van de gang daar af tot helemaal hier. En dan heb je nog een tweede. Want dat is een, zeg maar, dat is een hoek waar ze met honden lopen. Een park hè, waar je ook kunt zitten. En waar je boterham kan eten, nou gewoon om te ontspannen en daar te zitten. Maar als het 25 graden is en 30 graden, nou, dan zie je aan die vijver, het wordt zo vies. Want er zit geen stromen water in. Dus alles blijft stilstaan. De lelies gaan dood. Bij stilstaan water, ja, dan gaan er veel leven dood, hè. En stilstaan brengt ook... in ons geestelijk leven, ook dood. Je moet verder gaan met de Heer. En als er iets geweest is, en je hebt wat gehad,
vergeet het maar. Als je vergeving hebt gevraagd, leer. Sommigen die kunnen jaren met hetzelfde zitten. Echt waar, je komt er nooit overheen. Je komt er nooit doorheen. Je moet elke dag leven, hè? Elke dag zijn wij weer zorgen. Dus we moeten zorgen dat er geen stilstand is in ons leven, in ons geestelijk leven. Weet je, toen Adam en Eva werd geschapen, toen blies God leven in hen beiden. Ja, want als God alleen maar hun heeft gemaakt zonder leven in te blazen, dan was het vlees al lang bedorven. Daarom zegt de Bijbel dat het vlees geen nut heeft als je daarin blijft. Maar de geest is het die leven maakt. Heb je hetzelfde ook met het woord van God, de letter dood, maar de geest die maakt leven. Want weet je, je leest het woord en elke keer is het weer nieuw. En je ontdekt steeds nieuwe dingen en toch lees je elke keer weer hetzelfde. Als ik een boek lees en ik heb 5 keer gelezen, dan denk ik van, nou lees ik hem niet meer, dan geef ik hem wel weg en ik geef het wel een andere. Die leest het wel weer verder, maar dat heb je met de Bijbel niet. God waakt over zijn woord. Hij maakt het elke keer weer nieuw. En dan wil ik lezen Romeinen 8 vers 6 tot en met 8. Romeinen 8 vers 6 tot en met 8. Ja, hebben jullie die? Want de gezindheid van het vlees is de dood. Maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods. Trouwens, het kan dat ook niet. Zij die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Ja? Weet je, als je vers vlees uit de koelkast hebt, hè? En je doet er eens een dagje eruit. Of een dag en een hele nacht. Nou, dan moet je het zien. Het is meteen bedorven. En heb je er niks meer aan. Maar de vriezer is het die hem eigenlijk vers houdt. Vlees wil altijd de verkeerde kant op gaan. Zodat het niet zich onderwerpt aan de wil van God. Dat is vlees. Ja, die wil altijd de andere kant op gaan. En de Heilige Geest die leidt ons weer. En daarom is het zo'n gevecht tegen het vlees en met de geest. Soms geef je je over aan het vlees. Zeg maar, zou God dat nog erg vinden als ik dat doe? Nee hoor, hij begrijpt me wel. Natuurlijk. Ik doe het gewoon waar ik zin in heb. Maar er komt een keer een dag dat de Heer zegt, weet je nog dat ik jou dat gezegd heb? En dan kan het te laat zijn, hè? Dat zegt de Bijbel, het kan te laat zijn. Als wij niet doen wat de Heer zegt. We hebben alle tijd gekregen van de Heer om daarover na te denken. God geeft zelf ons om over na te denken. Hij geeft ons de tijd ervoor. Ik las de afgelopen maandag uit de overdenking, dagoverdenking, hè, op de website een passend woord bij deze preek. De grootste moeilijkheden komen daarbij trouwens niet van anderen of van omstandigheden. Nee, ze komen vaak voort uit ons eigen hart, uit ons eigen gevoelens en meningen. Misschien worden wij ook door gemakzucht een natuurlijke band of een gewoonte verhindert in het volgen van de Heer Jezus. Waardoor wij hem niet gehoorzamen. Vervolgens gaan wij achterom kijken en uiteindelijk haken we af. Net als ik al net zei, kijken op mensen en dan haak je af. En misleiding zijn er ook een van, om je van Gods wil af te houden. Weet je wat zo mooi is?
Je vertelt mensen wel eens van dat God bestaat, hè? En dan zegt zo'n vrouw of man die zegt van, nou, ik wil niet in hem geloven. Ik geloof ook niet. En dan zeggen ze dan erbij, ja, waarom doet hij niks met de wereld? Er zijn zoveel ellende. Nee hoor, ik geloof niet. Maar eigenlijk geloven ze wel, want ze weten wel dat er God is. Want anders zeggen ze niet van, kan hij er iets aan doen aan de wereld? Aan die ellende. Ja, soms krijgt God de schuld van allerlei dingen. En weet je, als wij God dienen, mogen wij ons verstand gebruiken. Dat heeft God ons ook gegeven, hè? Ons verstand. En God heeft ons niet voor niets verstand gegeven, want God zelf gebruikt ook zijn verstand. Hij heeft al wat leeft en de hemel en aarde geschapen met verstand. En met wijsheid. Psalm 136 vers 4 tot en met 5. Dat zegt. Ja, Psalm 136 vers 4 tot en met 5. Dan lees hier maar. Dan kun je zien dat God alles heeft gemaakt met zijn verstand. En hier is er ook één van. Hem die grote wonderen doet. Hij alleen, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid die met verstand de hemel schiep. Met verstand. Dus zijn verstand is volmaakt. Psalm 137 vers 5. Oh nee, Psalm 147, sorry. Vers 5. Groot is onze Heere en geweldig in kracht. En zijn verstand is onbeperkt. Dus God gebruikt ook zijn verstand. Vaak doen we dat niet, hè? Ons verstand gebruiken. Weet je, de Bijbel heeft ook wel eens over mensen die verstandeloos iets doen, hè? En dan noemt hij ze een dwaas, zeg maar. Een dwaas die doet ook maar raak. Zonder zijn verstand te gebruiken. Maar wij hebben het verstand van God gekregen om het te gebruiken. En dan heb ik Psalm 147 vers 11 tot en met 14. Psalm 147 vers 11 tot en met 14. De Heer heeft wel behagen in wie hem vrezen. Dus vrezen betekent diegene die steeds rekening houdt met hem. Niet dat hij je bang gaat maken, hè, dat je bang wordt voor God. Maar vrezen bedoelt hij degene die rekening houdt met hem en in hem blijven. Die hem respecteren. Amen. En dan staat er verder die op zijn goede tierenheid hopen. Jeruzalem, roem de Heer, Sion, loof uw God. Want hij maakt de grendels van uw poorten sterk. Hij zegent uw kinderen in uw midden. Hij geeft uw gebied vrede. Hij verzadigt u met het vette der tarwe. Daar had Hans ook al over gehad. He? Dat de Heer blijft zegenen als je blijft geven. Dus als je blijft geven van jezelf en het wandelen in hem, dan verzadigt hij jou met het vette der tarwe. Niet alleen met de tiende die je geeft, maar ook met alles, met je leven, helemaal. Met je hart. Dus het heeft met onze wil te maken. En weet je, die preken, hè, wat ik nu naar voren breng, geldt ook voor mij hoor. Ik ben er ook nog lang niet. Ik moet ook nog heel veel dingen leren. Want vaak zeggen mensen, ja, je kan mooi praten, dan preken is makkelijker dan doen, hè. Ja, dat is waar. Maar weet je, het heeft wel meer impact als je eruit gaat leven wat God zegt. En je moet hier staan en je moet het woord brengen. Dan gaat God veel meer werken. Want broeder Hans heeft in de Bijbelstudie over een man gehad. Dat hij hem vertelde. Hij preekte wel over de liefde. Hij preekte wel over dit en dat. Maar hij had het niet in zijn hart. Dat kan. Je kan heel veel leren hoor met je verstand. En dan komt het ook vaak over. Maar hij zelf beleeft het niet. Dus onze eigen wil
staat vaak in de weg. En als God ons wijst op wat niet goed is, dat je los moet laten, los. Dan doe je dat gewoon, hè. En dat zegt hij in liefde, om ons op het rechte spoor te houden. Net als ouders ook in liefde tegen zijn dochter zeggen, of zoontje. Hoor eens, dat moet je niet meer doen, hoor. Dat hoort zo niet. Dat moet je niet meer doen. Luister die niet, dan ga je je stem verheffen. En luister de derde keer niet, dan ga je nog meer je stem verheffen. Maar toch zeg je dat in liefde. Het is liefde om dat kind op het rechte spoor te brengen. En ik hoop dat wij nu in 2015 toch verder nog met de Heer willen. Dat wij niet, als er iets gebeurt in ons leven, zeg maar, dat broeders of zusters heel naar tegen je zijn, dat we God toch lief blijven hebben boven alles, dat we niet gaan afhaken. Dat wij hem trouw blijven en zeggen, Heer, ik kijk van boven naar beneden, dat bent u niet. Want u bent liefde, u bent goed. Wat mensen ook zeggen. Maar in het begin, als je pas bekeerd bent, denk je echt, hoor, oh, alle christenen glorie, ze zijn allemaal zo blij en liefdevol, hè. En dan merk je in één keer dat er eentje uit de hoek komt, dan denk je, oh, mensen lief, hè. Dat had ik ook niet gedacht van die christenen. Christenen kunnen ook lelijk zijn en hatelijk, hè? Maar dan ga je leren. Dan ga je leren. Zoals ik al net zei, dat christenen ook kunnen zeggen van, nou Heer, het hoeft voor mij allemaal niet, hoor. Maar God lief hebben boven alles, zoals ik al net zei. God lief boven alles. Boven je omstandigheden, wat er ook gebeurt. Want God is niet zo. God is heel anders dan mensen. En het mooiste is, je kunt het toch niet alleen oplossen. Want God, die heb je nodig. Dat hij de oplossing geeft in alles in je leven. Daarmee wil ik eindigen. Ik wens jullie nog een hele fijne avond.